Dames en heren, laatste dag Edward in Santa Susana. Dit is een zwembad waar Edward in gaat springen. Het is vandaag de 31 augustus. 31 augustus. En jij vertrekt zo meteen richting Fuengirola. Eerst naar Barcelona met de trein. En dan met Ryanair naar... Wat is dat door? Malaga. Dan nog een kwartier of drie. Hooguit vier. Oké. Fuengirola. Maar nu ga je zwemmen? Ja, maar ik ga ook historie schrijven. Wat dan? Dat wil zeggen historie van mijn persoonlijk archief. Ja, en dat dan? Nou, ik heb het net even nagegaan. Kijk, ik ben natuurlijk wel vaker in de zee geweest hier. Ja. Oh, sorry. Ik zeg even een hiccup. Ja? In Spanje ben ik wel eens vaker in de zee geweest. Maar ik meen dat ik voor het eerst in 40 jaar... Ja. Een zwembad in tuin. Een staand zwembad in ga. Nou, we gaan het meemaken. Kom. Vamos. Oh, hij gaat een beetje schokken met telefoon, maar dat maakt niet uit. Vamos aan de plaats. Zo, dames en heren. Oh, wacht even. Dat het licht staat aan. Dat is ook weer niet goed. Nee, dat maakt ook geen ruk uit. Een momentje. Ik zet hem even op pauze. Het licht staat aan. Tot zo. Snap het. Het zou. Dus even op pauze. Nou, het licht kon niet uit zoals je ziet. Het licht brandt nog steeds, maar dat maakt niet uit. Oké. Dank jij het lammer. 40 jaar. Een Spaans zwembad. Nou. Niet te diep duiken. Platte duik. Ja, o, waar ga je naartoe, man? Jongen. Nou, hoe voelt dat? Hé? Heerlijk. Oh, ik heb het geloof ik niet opgenomen. Wat? Ik heb het niet opgenomen. Gelukkig. Geintje. Oké, nou, hoe voelt het? Ja, een beetje hetzelfde als 40 jaar geleden. Oké, nou dan is het goed, man. Alleen toen sprong ik niet zo, hoor. Nou, toen ging ik heel voorzichtig naar beneden. Dit waren weer 2 minuten en 20 seconden. Adios.